Dit is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie, waarbij het landschap werd gebruikt in de oorlog. Water als wapen. Waterschap Rivierenland bestaat dit jaar exact 750 jaar. En daarmee is het een van de oudste bestuursorganen van Nederland. Dit hier achter mij is het regionaal archief Rivierenland. En ik heb hier afgesproken met Jelme Krom. En hij weet alles over het erfgoed van het waterschap. Welkom, goed dat je er bent. Dank je. We hebben een paar mooie dingen klaar liggen in de studiezaal. Loop mee. Waterschap en de dijkgraaf die sprak ook recht eeuwenlang. En dat zie je hier op deze kaart. Dat is een plattegrond van een ambtshuis in Elst. En je ziet hier een rechtszaal en daaronder, dan moet je een flapje optillen, ja, zie je gewoon de cellen nog zitten. Leuk. Ja. Ja, dit is een blauwdruk, een plattegrond voor een stoomgemaal. Dat heeft gewerkt bij Heukelum aan de Linge. Het pand staat er nog, het gemaal is buiten bedrijf. Ja, je hebt erfgoed in het archief, maar het ligt ook gewoon op straat. En zoals hier in Tiel bij de Waterpoort, die heet niet voor niks zo, daar is de Waal. En hier is de dijk en die beschermt de stad. Dat doet hij de laatste anderhalve eeuw. En het functioneert nog steeds, het erfgoed. Dat zie je hier, 1995. Ja, toen stond het water zo hoog en deze merksteen geeft dat aan. En voor die tijd was het daadwerkelijk de waterpoort die bij hoogwater dicht werd gezet tegen de Waal. Als er één ding in die 7,5 eeuw gegroeid is, dan is het ook de dijk. En daarmee zie je ook dat er in het landschap grote lijnen zijn ontstaan. En dat zijn die dijken, maar dat zijn ook kanalen. En daar is dit een hele bijzondere. Dit is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie, waarbij het landschap werd gebruikt in de oorlog. Water als wapen. Land onder water zetten, dat vormde een onneembare barrière voor de vijand. Die kon daar niet overheen, die kon niet varen lopen. Plekken waar dijken daar doorheen kwamen, die beschermde je met forten. En zo is die hele linie van Amsterdam tot aan de Biesbos aangelegd. En ja, onderdelen daarvan zijn nog altijd ook onderdeel van het werk van het waterschap. We zijn nu in Dreumel en dit is een dijkmagazijn zoals we er veel hebben. Vooral in het land van Maas en Waal. Na de laatste grote dijkdoorbraak van 1861 is dat neergezet. En ja, dat werd gebruikt eigenlijk als opslag. Voor kruiwagens, zandzakken, scheppen, dat soort spullen. Dat lag hier allemaal. Dat was gewoon een schuur. Er zijn nog altijd de eigenaar ervan, maar ze worden inmiddels anders gebruikt. In dit geval zit er een stichting in Tremelen. Dat is echt de historische club van Dreumel. Ja, wij bewaren hier ons verleden. Zowel digitaal, maar ook in de vorm van boeken, tijdschriften, documenten. Alles wat met Dreumel te maken heeft, op welke wijze dan ook, wordt hier verzameld. Het erfgoed van het waterschap is nog steeds actueel en we gebruiken het nog steeds. Maar we kijken natuurlijk ook naar de toekomst. En met wie kan je dat nu beter doen dan met dijkgraaf Koverdaas? Ja, op dit moment zijn we volop bezig om onze dijken op de norm te brengen. Dus met die dijken moeten we nog tot 2050 in ieder geval aan de slag. De kwaliteit van het water is heel belangrijk. Want dat is een bron van leven, ook voor de mensen, ook voor de natuur, ook voor de landbouw. Dus dat moeten we koesteren. En als ik nog verder vooruit kijk, met de zeespiegelstijging, met nog meer klimaatextremen, dan zullen we nog meer met het water moeten gaan leven om in droge tijden het bij ons te houden, te hebben. En bij hele natte tijden dat het ook af en toe in en uit kan. En dat is misschien een verandering die we nu nog niet heel concreet in projecten kunnen vertalen, maar waarvan ik denk dat je op de lange termijn wel gaat komen.